En dan uiteindelijk dankt hij de mensen en gaat hij een uitbarsten in bidden, terwijl het gebed en achting. Hij maakt zich op voor het grote feest, net zoals deze meneer zich op heeft gemaakt in voor het grote feest, namelijk Kerstmis. En dit is een van de kerstpakken waar nog misschien enkele exemplaren van te vinden zijn. We zullen het ooit wel eens een keer zien. We zullen de tekst daar zo bij pakken, maar niet voordat ik je eraan heb herinnerd. Doet deze meneer je ergens aan denken? Nee? Oh. Nou, mij wel, namelijk aan de zanger van San Marino van dit jaar, die helaas niet de voorronde door is gekomen. Maar ja, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen, zou je bijna zeggen, zo aan het einde van dit pensumdeel. Oké, ik ben weer uitgeleuterd. Ik moet gewoon die tekst gaan doen. Ik begin met sic de in de effatus. En effatus is een participium nadat hij vervolgens zo gesproken had. Nou, dat doet hij. Dan implicat hij zijn tempora met frondenti ramo. Nou, tempora is hier het moeilijke woord. Je zou denken aan tijden, maar tempora zijn ook slapen die je aan je hoofd hebt zitten. Dus hij wikkelt vervolgens zijn slapen met een lovende tak. En dat lovende, dat wil hier zeggen een tak die loof aan het vormen is, dus die groen aan het worden is. Zij, dat is een gebruik wat men heeft om bij offerplechtigheden te gaan doen, de slapen omwikkelen. En wat doet hij dan nog meer? Dan krijg je een deponens en hij precatur en hij bidt tot een aantal godheden. Ten eerste Genium Loci hier. Bidt hij tot de genius van de plaats. En ik zei wel als eerste, maar de genius van de plaats wil gewoon zeggen de plaatselijke beschermende godheid die niet tot de kanon, zeg maar, behoren. En als eerste van de goden, nu krijg je de Deorum, dus niet de genius, maar de deus, als eerste van de goden tot Tellus. En dat doet je misschien denken aan de Arabaatjes, die heb ik je ook al een keer laten zien, dat Tellus relief dat daarop zit met die twee kindjes. Nou, Tellus wordt hier dus als godin ook in het midden geplaatst. En vervolgens ook nog nymfen, et ad hoc ignota flumina. En de nog steeds onbekende rivieren. He, en de nog onbekende rivieren, want de plek kan die nog niet helemaal gekend hebben. Vandaar dat daar staat de tot nu toe nog onbekende rivieren. Wat vervolgens dan tot de nacht, de noctem, en de opkomende tekens van de nacht. En wat hij daarmee doet, dat komt zo meteen bij dit werkwoord in vocat. Vandaar dat ik die nog niet erbij vertaald heb. En pak hem nog maar niet bij, hij bidt tot, want dit worden dadelijk de leidende voorwerpen bij in vocat. Wie nog meer? De Jupiter van de Ida, dus letterlijk de Idaïsche Jupiter, dat is de berg, de Ida wordt daarmee bedoeld. En de Phrygiam Matrem en de Phrygische moeder, en dan staat er letterlijk ex ordine vanuit de volgorde. Nou ja, ex ordine kan betekenen in goede volgorde, maar kan ook betekenen op een goede manier. Nou, die roept hij dan aan in vocat. Die roept hij aan. Ik zet dat roept even hiervoor, hè. En dan roept hij de nacht en de opkomende tekens van de nacht en die deze Jupiter en vanuit de volgorde de Phrygische moeder aan. En tot slot dan, en tot slot de duplices parentes. Dit is namelijk allebei accusativus, dus is duplices parentes. De beide ouders, zowel in de hemel als ook in de Erebus, als wel in de onderwereld. Dus met andere woorden, in de hemel
zijn moeder Venus en in de onderwereld, in het Elysium zelfs, van de onderwereld, zijn vader. Die roept hij allemaal aan. En dan is er nog maar één slotstuk over en die zal ik zo meteen in gaan spreken.